een speciaal woord van welkom aan burgemeester Heldens en wethouder Van Breugel. Tevens een woord van dank aan pastoor Van Mijl en de Gildes. We gedenken vandaag niet alleen hen die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook allen die in het verleden en in het heden te lijden hebben onder oorlogsgeweld. Dan kijk ik heel even naar de voorzitter, het is bijna 8:00. We tonen respect aan allen die hun leven in de waagschaal hebben gelegd en aan hen die het ultieme offer brachten en hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. In het bijzonder gedenken wij onze overleden dorpsgenoten uit de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn Petrus van Asten, Hendrikus Jacobs, Henricus van Kuik, Willem van Kuik, Theresia Roijmans, Petrus Smulders, Gerardus van de Ven, Johanna van de Ven, Maria Verberne, Johannes Verhoeven, Cornelis Vogels, Franciscus van Weert en Hendrikus Weijers. Vandaag herdenken wij, maar morgen moeten we in actie komen. Laten we ons inzetten voor vrede, voor mensenrechten, voor een rechtvaardige samenleving. Eén keer vaker kijken naar de foto aan de muur. Van mijn opa in het uniform, strijdend voor mijn vrijheid, ging hij dwars door het vuur. Eén keer vaker strijden, totdat je werkelijk kan. Strijdend tot aan het einde, omdat je met opgeven de oorlog niet won. Eén keer vaker liefhebben, hen die ons zijn ontgaan. Opdat de herinnering blijft leven, opdat we niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Ook in Leende en Leendestrijp werd verzet geboren. Op verschillende plaatsen werden onderduikadressen gerealiseerd. Maar ook burgemeester Manders bood samen met verschillende burgemeesters uit de regio verzet door hun dorpsgenoot uit te leveren aan de dwangarbeid van de bezetter. Uiteindelijk kostte dit hem zijn eigen vrijheid. Helaas vielen ook 3 jonge mannen ten prooi aan de springlading uit een brisantbom op de Molenschut.
Zij wilden deze bom vermoedelijk ontmantelen om het kruid te gebruiken voor sabotageacties. Lene kent meer van dit soort tragische verhalen uit de oorlog. Vereeuwigd op de zuil hier op de markt. Onder hen bevindt zich een dienstplichtig soldaat die in de eerste dagen van de oorlog op de Grebbeberg zijn leven gaf voor de beoogde vrijheid. Maar bijvoorbeeld ook een gezin die ten tijde van de bevrijding van Leende net niet op tijd in de schuilkelder wist te komen. Of een 5-jarig kind dat het spelen buiten met de dood moest bekopen. En zo zijn er meerdere verhalen. Elk slachtoffer van een oorlog is er één te veel. Laten we hem herdenken en onze krachten bundelen om wereldwijde escalaties te voorkomen.